Zo, we gaan ook dit stukje gaan we natuurlijk ook even opnemen. Dit is natuurlijk Virtual Trainspotting, dit allemaal. Best veel. Oh, dat valt denk ik wel mee. Welkom in Miezerveen. Vanwege werkzaamheden op de lijn naar Zuiderveld rijden veel treinen om via Miezerveen, omdat je er nu echt druk is qua treinen, sta je met je camera gereed om wat treinen te spotten. Druk op 8 om vrij rond te bewegen en veel plezier. Nou, dat komt wel goed, denk ik. Railfan scenario hype, inderdaad, ja. Maar nou is de vraag, is Railfan nou iets dat door... Is dat een persoon? Of is Railfan een... Ja, weet ik veel, wat is Railfan eigenlijk? Is dat een persoon of heet dat gewoon zo? Ik doe deze even weg trouwens. Dit is een fictieve route, Kevin. Dit is Kramersdijk. Een mooie MP3000 hebben we hier. Even kijken wat hier allemaal staat eigenlijk. Kramendijk. Station Kramendijk, nogmaals. Ik denk dat we als het beste van de map af kunnen blijven. Anders kun je nog zien waar de treinen rijden. Ik ga toch maar even frisse neus halen. Misschien tot later. Veel plezier allemaal. Dankjewel, Martin. En tot de volgende keer, hoop ik. Ik weet het niet, trainspotten, of er veel SGN's voorbij komen. Ik weet het niet. Je moet er nog eventjes wachten, denk ik. Ik wacht af tot het spooktrein. Kun je best wel lang wachten, eigenlijk. Ik hoop wel dat Mark ons kan vertellen wanneer we klaar zijn met het scenario. Of ik weet niet of een spotter scenario vanzelf ophoudt, ja of nee. Dit is gewoon een treinspotter scenario. En ik weet niet of die normaal gesproken automatisch afloopt. Of dat je eindeloos lang door kunt gaan. Hij sluit automatisch af. Oké, dat is mooi. Het zal ongeveer van iets van een kwartiertje treinspotter zijn, dames en heren, dat we met elkaar gaan doen. Ik hoor de overgang. Ah, kijk eens aan. Deze gaat dicht. Oh, daar komt de ferm. Daar komt de ferm. Een ferm die waarschijnlijk met volle snelheid door het station heen gaat scheuren, als ik het zo zie. Dat was dan de OV-firm met de normale firm erachter. Nice. De eerste trein die voorbij komt is een firm. Of zou ik oplopen leuk vinden. Yup, inderdaad. Dat was de OV-firm. Waar kan ik Java 32-bit downloaden? Dat kun je gewoon op de... als je in Google typt Java 32-bit, dan kun je automatisch... Kun je het automatisch doen. Die download je automatisch 32-bit. Als je 64-bit wil hebben, dan moet je... een aparte download hebben in ieder geval. Oh, cargo incoming. Cargo incoming. Cargo. Hallo, cargo. Ik zie cargo aankomen. Ik zou me niet verbazen als het de BR-189 is in ieder geval. Ja, inderdaad, cargo hype, jongens, inderdaad. En dan waarschuwt hij jou niet. Nope. Hey Daan, goedemiddag. Maar oké, geen probleem.
Ja, ze zijn inderdaad vals inderdaad, ja. Oh god, er komt nog een trein aan. Oh, de kakel die stopt daar. Ja, maar de sound die erop zit, jongens, die vind ik gewoon geweldig. Oh! Een BR-186 volgens mij dat eraan komt. Ze klinken alsof ze verlicht zijn, ik zal zo even kijken. Mr. T, bedankt voor de follow. En van harte welkom natuurlijk. Nice. Zelda hype. Waar komt dat in één keer vandaan? Even kijken, zijn ze leeg? Nee, ze zijn vol. Even kijken of ze allemaal vol zijn trouwens. Vol. Ze zijn allemaal vol. Oh, er komt nog wat aan. Er komt nog wat aan. Woep. Thalys hype. Oh, dat klopt inderdaad. Ja, dat is inderdaad zo. En daar gaat het Thalys. Die zaten niet standaard in de locomotion. Maar ik had een mod gevonden die een lood had. Daar zeg je u tegen. Oh, goeiedag. Dat wil je natuurlijk niet, hè. Kees is leuk. Nou, ik vind de follow leuk. Maar Kees, van harte welkom en bedankt voor de follow. En van harte welkom bij deze livestream natuurlijk. een rood met grijze firm. Laat het koplopen niet horen. Oh, de slagbomen gaan naar beneden. Dus dat betekent dat die trein even... die kant komt? Denk ik wel dat hij van die kant komt in ieder geval. Hierna gaan we waarschijnlijk even op... het stukje van Deventer naar Arnhem rijden met cargo. Want we hebben natuurlijk allemaal een passenger gedaan, maar we gaan nu cargo doen. We hebben een mat 64. En ik zie dat de cargo trein weer verder gaat rijden volgens mij. Ja, de cargo trein rijdt weer verder. Pro-hacker, welkom. Thanks voor de follow. Mat 64 hype. Ik weet niet, vriend, maar volgens mij heb je nog je remmen erop staan. Ah, die remmen vliegen helemaal in de fik zometeen, joh. Doe het niet. Ah, ik ga hier weg. Oh, net tijd. Of even plaatsen 100 meter. Who knows? Doeg, matje. Beladen kooltijd en contractie. Geen probleem. Mijn god, wat is dat ding toch aan het doen? Oh, dat is enkel contracties. Oké.
Nou, die dingen zijn goed beladen in ieder geval. Die maken best veel herrie. Goed. Nu staan we weer op het lege... lege station. Per spoor, Guus Meeuwis. Yep, kedeng. Mark. Ik denk dat dit een lui vrije suicidal zijn. Komt hij nog zometeen in de trein, Mark? Wie weet, hè? Ik vind het wel weer heel erg bijzonder, laten we het zo zeggen. Yep, die luistert allemaal levensmoe. De trein die nu door had moeten komen, die mis je. Oké. Ook al hoor ik hoor wat. Spoorbomen gaan naar beneden, dus er komt toch wel iets aan. Tommy02, bedankt voor de follow. Oh, wacht even. Oh, ja, die gaan er keihard tegenaan, toch? Ja, doeg mensen. Oh, wat de hel. Ja, bel vast maar 1 en 2, jongens. Oh, de MP3000 gaat ook weg, trouwens. Ga even hier staan. De posttrein gaat weg. Nou, ik ga echt met volle overtuiging weg, of niet? Ik weet dat ze niet snel mogen rijden, maar dit schiet echt niet op. Nou ja, het zijn ook oude treintjes. Het zijn echt wel oude treintjes. Ha. Oh, de zijsporen zijn 40 km per uur. Ja, dat kan ik wel verklaren inderdaad, ja. Hij heeft er moeite mee. Ja, laten we daar even op houden, ja. Dat hij er gewoon moeite mee heeft. Geloof dat die dingen er niet zoveel vermogen hadden. Nee, dat zullen ze waarschijnlijk wel niet hebben, nee, denk ik. Ah, daar komen we aan. Van welke kant eigenlijk? Ik denk deze kant, toch? Ah, een SLT! Oh, die SLT die gaat wel even met mooie snelheid doorheen. Of gaat hij stoppen? Hey, koploper, welkom terug. Het zou wel handig zijn als je je deuren opendeed, maar goed. Lolbroek, we zijn even aan het trainspotten. Ja, deur en SLT. Ik weet niet wat ze aan het doen zijn, maar... ze zijn even aan het slapen, denk ik. Ruud, ze zeggen allemaal extra trainen omdat je niet anders kan. Je kunt hier niet anders, helaas. En hij gaat er verder.
Voor oorlogs SLT. Lol. Toedeloe. Ja, passagiers kunnen niet in huis, dat hebben we gewoon allemaal pech gehad. Alleen bij de vlucht kun je dat instellen, dacht ik. Klopt, de vlucht kun je het instellen inderdaad. En waarschijnlijk bij de toekomstige trainer die Chris gaat maken. Ik weet niet of hij dat bij de andere trainer gaat patchen. Geen idee, kan zijn van wel. Ja, dat is gewoon een stopverzoek. Ja, dat kan ook inderdaad, Martijn. Ja, niemand wil er nog eruit. Nope. Kijk eens op de map of er nog wat aankomt. Omdat de trein mis zal je eerder klaar zijn met voor mij. Dat kan. Na de energie direct uiteraard. Ja, tuurlijk. Kan niet worden gepatcht. De volgende CT-trein krijgt net als de vlucht. Ja, oké. Okay. Duidelijk toch. Ik zal eens even kijken op de kaart voor jou. Want wij zijn hier. Volgens mij komt er verder niks meer aan, denk ik. Voor mij was de Intercity direct de laatste trein die weg is gegaan. Tenminste, ik zie nou niks meer aankomen. De posten en dergelijke, die gaan allemaal weg. Dus volgens mij is het wel... Voorbij zijn we ook al aan het einde, dacht ik. Ja, dat dacht ik. Einde van het... Ja, we zijn aan het einde van het virtuele treinspotten, dames en heren.